Goedemorgen, mijn naam is Leon Saris van Weerplaza met het weer van 9 april. Er drijft wat hoge bewolkingen over het land en daar gaan we eigenlijk de hele dag mee te maken hebben. In de loop van de middag wordt deze vervangen door wat stapelwolken. Als de temperatuur vanochtend tussen de 11 en de 15 graden ligt, loopt deze vanmiddag op naar 16 tot 22 graden. De temperatuur is het laagst in het noorden door een vrij koele, matige noordoostenwind... Deze die houdt ook vanavond aan, waardoor het vanavond kan afkoelen van tot 9 tot 16 graden. In de nacht koelt het nog verder af, 1 tot 7 graden. Morgen hebben we een soortgelijk weerbeeld met een koele noordoostenwind met een temperatuur van 14 tot 21 graden. En in de middag wat stapelwolken. Dit beeld hebben we ook zaterdag, temperatuur dan tussen de 18 en de 22. Zondag draait de wind wat meer naar het westen. Waardoor er ook een kans op een bui bij komt. Maandag is de temperatuur flink lager en gaat het waarschijnlijk regenen. De weersverwachting van 9 april, fijne dag.